Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Noodles. Happy birthday to you. En die voor jou. Hip hip hip. Oh, ben je nu? 17. Wat heb je gekregen dan? Een pakje. Een pakje. Maar ik weet niet wat. Dat is de bedoeling van een pakje, nu dat je niet weet wat dat is. Ja, dat is waar. Nou, ik weet al wel kindje van mijn moeder dat is. Hoe weet je dat? Nou, met een mooie post. Ja, dat is. Ja. Ik weet niet wie dat er nu blijer is. Maxime. Die eindelijk gaat dat pakje kan geven, want hij is al iedere dag geweest van... Ik heb een mooi pakje hoor, ik heb een leuk pakje. Ik was wel nerveus. En Norfie, die eindelijk gaat weten wat dat is. Allee, vooruit. Ja, weet je het niet? Jawel? Nee. Wel hoor. Oei, iedereen weet het wel. Nee, ja, iedereen weet het toch? Ja. Nee, wij weten het al. Ah ja, hij was weg. Nu kunnen we het zien. Oké, nu kunnen we het zien. Dan kan je hem draaien. Wat is dat? Dan kan je hem draaien. Wat is dat? Ik weet het niet! Doe dat voor een beest! Een spinnetje. Jeetje! Oh. Ik kan je niet zien zo! Nou, het is een plek. We hebben het huisje volledig leeggehaald. Het is weer zoals we aankwamen. Het was wel weer wat werk om in de auto te steken. En we gaan naar Alcazar. We zijn aangekomen in Alcazar, een van de mooiste dorpjes van Spanje. Ligt op een berg, van direct een keer tonen. En we slapen hier ook vanavond, want ons volgend verblijf dat we normaal naartoe gingen gaan na deze wandeling, ligt in de rode zone dat België heeft uitgetekend in de provincie Lerda. Dus hebben we die geannuleerd en blijven we hier slapen in Alcazar. We blijven hier slapen en we gaan dan morgen hier een keer, ja, naar dat kasteel daarboven zeker, op het gemak. Voilà, je moest ingang betalen, ticketjes kopen om hierin te kunnen gaan. En dat is ook je verzekering. Dus dat is op een ijzeren brug dat ze opgehangen hebben langs de rots. Voor mensen met hoogtevrees. Ik dus. Geen strak plan. Maar goed, we wilden dat echt wel doen. En ik denk dat het wel mooi zal zijn. En je moet je grenzen verleggen. Hé. Er staat ook een telefoonnummer op. Als er iets is, kunnen we bellen. Dus als je naar beneden dondert en je ligt beneden, dan moet je bellen. Hé. Ze raden ook aan voor je water te houden tot het laatst, omdat het dan steil naar boven gaat en heel warm is. Dus dat gaan we maar doen, zeker. En doordat er hier zo weinig volk is, kunnen we de maskers of doen. Dat is West-Vlaams. Weet je? Ja, ik heb goede naam. Ik ook. En dat op je verjaardag? Ja, en een shirtje en een nieuwe schoen. Maar... Ja, jij wilde mooi zijn op je verjaardag, nee, hè? Ik heb gevraagd als het ver was. Het is niet ver. Het is 5,2 kilometer. Het is niet ver. Ik heb toch niet geloofd. Dat is 2 uur. Jawel. Jawel, dat is lang, hè. Ja, dat is lang voor... Er zijn hier wandelingen voor 5 uur. Mijn passion.
Nog maar begonnen en het is nu al super leuk met al die hangbruggetjes en trapjes. Het is echt een aanrader om te doen. Je kan iedere keer je been in die uitsparingsdee. Zo'n clownhuisje. The birthday girl. Het is hier wel heel, heel mooi, hè? Je moet op iedere steen proberen te staan, anders zak je erin. Ja, voor mij is het niet zo erg, hè? Ja, daar gaat de challenge. Ja, goed hoor. Ja! Kijk nu! Heb je een doekje? Nee, we hebben geen doekje. Ik dacht dat het alleen maar enkel een plasje was. Oké. Woe! Kijk hier! Het is gewoon heel cool om hier op te staan. Beetje creepy, maar het is wel cool. Wat? Kriebelt een beetje? En als je zwemgerief mee hebt, kan je hier ook gewoon in dat water zwemmen. Het is heel fris, het is bergwater. Dus het is wel cool om dat te doen.
rot. Ik niet. Nee, jij hangt. Jij hangt boven de grond. Kijk de kuur hier. Kijk, we hebben daar overal gelopen. En nu moeten we nog naar daar. Helemaal naar boven. Jezus. Er is nog een eentje. Zo... Kijk naar al die olijfbomen, die oude zeg. Ze zijn honderden jaar oud. Weet je. Kijk naar die stam. Dat vind ik echt een van de mooiste bomen. Plus die platte in Italië. Dat ik wilde zetten in onze tuin. Maar dat blijft niet in België. Maar nee, we hebben te koud weer. En te veel regen. En, en de vorst. Dus ja. We hebben toch al een palmboom. We hebben een palmboom. Is het lastig? Een beetje. Hallo. Birthday girl. Not birthday girl. Hey, je moet nog een beetje wachten hoor. I'm the proud mom of the birthday girl. Oh yes. Moet je weer al mee filmen? Ja. Het is omdat jouw birthday is dat ik jou zoveel film. Altijd als ik afzie begin je mee te filmen. Ah ja. Omdat dat grappig is. Mensen die afzien. Dat is niet grappig. Is dat niet grappig? Maar voor de mensen thuis wel. Zo. We zijn er. We zijn er. En nu? En nu ons appartement zoeken. En house tour. Gaan eerst eens drinken. Drink, wat is dat dan? Ik weet niet wat dat is, drinken. Is dat no alcohol? No alcohol. No alcohol of zeer nummerlijk. We zijn rond. Koeken rond. Volledig gedaan met de mooie, prachtige wandeling. Room tour. Dat is slaapkamer 1. Dat is mooi hier weer. Ja. Zo, oh, kijk hier, welk een mooi bedje. Mooi bedrand. Mooi. Mijn kamer. En hier slapen we er dan ook. Ja, met de televisie. Ah, wij gaan hier slapen. Wij gaan hier slapen, want het is apart, hè. We zijn apart. En dan hier, een keukentje. Goed zo. Goed het is zo. Mooi, hè? Ja, het is mooi. Ja. Het is mooi. En hier is mijn kamer. Kamer. Wat heb jij dan? Ja, hier is mijn kamer. Ah, een goede douche. Het is hier wel, aan die muur vind ik het een beetje koud. Zo, een goede douche. Een goede douche? Ja. Wat is er aan de hand? Niks. Koffers uitladen. Koffers uitladen, goedemiddag. Mensen zitten hier te kijken waarschijnlijk van wat is dat hier jongens. Dus we kunnen niet met de auto in het stadje. En... Heeft er dat geboekt? Ja, dat was wel heel snel geboekt omdat hij in een rode zone zat de volgende. Mooi verblijf, alleen kan je er niet aan. Alleen kan je er niet aan. Het is een heel modern, ging ik zeggen. Een heel romantisch stadje. Ja. Maar ja, je kunt er niet aan met een auto. Dus we moeten kleren voor 2 dagen uithalen. En allemaal in 1 valies steken om daar. Want het is naar boven, het is naar beneden. Nou, Maxime. Jij bent precies nezeltje. En jij dan? Nee, hoor, het gaat hoor. Ik heb hier nog een zakje met tang. Oei. Ja, dat is zo, hé. Een stadje die lekker rustig is, waar er geen verkeer is. Ja. We hebben gereserveerd hier aan een mooi uitzicht op de... Ja, de... Wat is dat? Kasteel? Van Alcazar. Ga jij je haar zo dragen, zo naar boven en naar beneden? Is dat voor haar verjaardag? Een probleem in Spanje is eigenlijk, voor 8 uur kun je nergens eten. Nergens. Dat is oké. Als je om 2 uur of om 3 uur hebt gegeten, dat is dat wel oké. Ze leven hier echt wel langer s'avonds. Het is natuurlijk afgekoeld, het is rustiger. Ik begrijp dat wel, als je in vakantiestemming bent. Maar wij doen zodanig veel, dat wij om 6 uur al honger hebben. Dus dan hier gaat dat niet. Dus we hebben een klein beetje moeten rondschimmelen. In het stadje. En nu kunnen we lekker gaan eten. Met mooie verzicht hier. Kijk de kilo moeite. En wat heb jij gehad? Kotvis. 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 En jij hebt jouw kotvis al opgegeten. Was lekker? Ja hoor. Ja. Maar je wilde fel frietjes hebben. Ja, ik vind het niet leuk. Ja, maar ik heb nog extra frietjes gedragen. Ja, voor mij. En jij hebt al je biefstuk bijna alleen maar opgegeten. Ja, mooi, ja. Arco, flink. Goed hoor. Is het lekker? Ja.
gaat lekker smaken. Ah, voor mij. Entrecote. Madame. Vino bianco. Niet bianco, blanco. Het was super lekker eten. Jij? Zalve de chocomousse. De chocomousse, ik kreeg een andere chocomousse, omdat die niet in het menu zat en ze wou hem niet. Ze was een andere. Ze vond dat niet een lekker. Nee. Goed, we hebben hier in het bedje samen naar de kampioen gekeken. Op de iPad. We hebben nog altijd het laatste seizoen. Nog niet gezien van de kampioen. En we doen dat normaal iedere zaterdagavond als we frietjes eten. Maar dat is verwijderd van Telenet Play. En we proberen nu nog de laatste te kijken dat we ze allemaal gezien hebben. Was het een leuke dag vandaag? Oui, oui. Vond u het een leuke vlog? Geef dan alvast een duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren. Druk op dat belletje. En voor de rest zeggen we alleen maar... Ciao.